Meester Irene Lalji is advocaat in de zaak van gewezen minister Gilmar Hoefdraad. Over deze zaak spraken wij met Lalji, die er vanwege de confidentialiteit die er bestaat tussen haar en haar cliënt niet veel informatie wilde prijsgeven. We voeren nu naar het vraaggesprek met een van de advocaten van Hoefdraad, meester Irene Lalji. Toen u benaderd werd als advocaat voor deze zaak, heeft u gelijk ja gezegd? Niet gelijk ja gezegd. Ik heb het in overweging genomen, de zaak goed besproken. En toen heb ik gezegd, ja, ik zie kansen hier in deze zaak, dus we gaan de zaak doen. Ja, en bij uw overwegingen, waarop heeft u vooral gelet? Want het is toch wel een zaak dat nationaal en internationaal heel veel bekendheid geniet. Iedereen zit ernaar te kijken. Iedereen heeft zijn of haar reacties of reactie wanneer het op deze zaak aankomt. Als je als advocaat de zaak aanneemt, dan ga je dat even eerst juridisch beoordelen. Als ik een zaak aanneem, dan is dat een aanname uit juridisch oogpunt. Je gaat kijken hoe de zaak eruit ziet. Wat is er? Heb je daar een vordering in zitten of heb je daar geen vordering zitten? In zijn algemeenheid kijk je altijd dus op die wijze naar een zaak, een juridische benadering. Je kijkt als het een geval is waar termijnen mee te maken hebben, dan ga je dat ook bekijken. Dus bij mij, als ik zaken aanneem, is het een pure juridische overweging die ik maak. Geen emoties die daarbij komen kijken. De persoon maakt voor mij dan ook niet uit. Het gaat puur om het juridische. Ik ga u een beetje concretiseren. Als ik een zaak bekijk, beoordeel, stukken doorneem en ik zie daar een hele goede kans in, dan vertel ik het ook aan u als cliënt. De zaak ligt zo, dit kun je verwachten, dat kan eruit komen. Als je zaken krijgt, want dat gebeurt ook wel, die nogal twijfelachtig zijn, dat je dus zegt van kijk, het is een 50-50 case, noemen wij als advocaten dat graag. Dan laat ik de beoordeling aan de cliënt over en zeg van het kan zo, het kan vriezen of dooien, wat wil je? En als de cliënt zegt nou goed, dien toch een zaak voor mij in, dan doen we dat, geen probleem mee. Je hebt ook gevallen, je krijgt op kantoren verschillende soorten cases en dan ga je ook kijken naar termijnen. Ga je bijvoorbeeld noemen, als je een zaak hebt van een ambtenaar die ontslag heeft gehad, dan zegt de wet dat je binnen 30 dagen een vordering tegen dat ontslag kan indienen bij het ambtenarengerecht. Als je op de 31ste dag zo'n vordering indient, dan word je niet ontvankelijk verklaard door de rechter. Dan heb je jaren geprocedeerd en je wordt aan het einde niet ontvankelijk verklaard. Dan weet je in feite, als je een cliënt op kantoor krijgt, bij mij althans, daarom zeg ik neem zaken aan puur juridisch. Als iemand bij mij op kantoor komt, zo'n ambtenaar die ontslag heeft gehad, en die komt op de 31ste dag, dan wel later dan de 30 dagen, bij mij en zegt van meester, kunt u het ontslag voor mij aanvechten? Dan kijk ik naar de datum waarop u ontslag hebt gehad. En dan bereken ik even en dan zeg ik nee, hier als ik voor u ga procederen, dan gaat het niet ontvankelijk worden omdat we buiten termijn zijn. En dan heb je cliënten die zeggen, meester kunnen we het niet proberen. Dan zeg ik ze ook eerlijk, het proberen heeft geen zin. U gaat mij betalen terwijl ik weet dat ik mijn energie ga stoppen in een zaak die uiteindelijk toch een verloren case wordt. We gaan niet ontvankelijk worden verklaard omdat de termijn verlopen is. Ander voorbeeld bijvoorbeeld, u weet,
Je hebt een civiele zaken. Als het een kort geding is, heb je 14 dagen de tijd nadat je het vonnis hebt gehad met de griffiersbrief. Dan beginnen de 14 dagen te tellen om in hoger beroep te gaan. En als het een bodemproces betreft, dan heb je 30 dagen de tijd om in hoger beroep te gaan. En dan heb je gevallen dat de mensen in kort geding hoger beroep willen instellen, maar ze komen op de 7e dag of na de 14 dagen nadat ze dat vonnis hebben gehad met de griffiersbrief. Dus buiten de termijn van hoger beroep. En dan zegt mijn meester, kunt u een hoger beroep voor me indienen? En ja, dat zijn ook de gevallen waarbij je de cliënten zegt van kijk, u bent buiten termijn, het heeft geen zin. Als ik het hoger beroep voor u indien, ik kan u nu al zeggen, we zijn buiten termijn. Dat zijn dus gevallen waar je als advocaat puur juridisch naar de zaak hebt gekeken en de cliënten eerlijk antwoord geven. Want dat staat bij mij voorop. Ik ga jou een juridisch antwoord geven. Ik ben niet degene die beslist over een zaak. Als advocaat beoordeel jij een zaak. Je bekijkt het vanuit het advocatenstandpunt. Maar omdat je ook een zaak moet bekijken met kans van slagen, zeg je aan de cliënt, de rechter is uiteindelijk degene die beslist over uw zaak. Als je de zaken indient, het komt op het bord van de rechter en de rechter beslist. Dat is van belang. Maar als je een zaak aanneemt als advocaat, terwijl je weet, zoals in het geval ambtenarengerecht, zoals in het geval hoger beroep cases, en je weet dat je buiten termijn bent, en je neemt de zaak toch aan om te doen, dan ben je als advocaat fout bezig. Waarom? Omdat je dan in strijd met je eed gaat handelen. Want bij je eed die je als advocaat bij je beëdiging aflegt, ga je dan, heb je de eed afgelegd dat je geen zaak zal aannemen die je niet in gemoede rechtvaardig zult kunnen behandelen. En dat, daar gaat het om. Mensen begrijpen en interpreteren de case en de eed van advocaten verkeerd. De gemeenschap denkt vaak dat je als advocaat een zaak aanneemt en dat je je dan vereenzelvigt met de zaak. Zo is dat niet. We maken altijd, vooral in het strafrecht, een heel groot onderscheid tussen de daad op zich en, zoals wij dat zeggen, de persoon van de dader. Het zijn twee verschillende zaken. En een zaak aannemen, jij bent uiteindelijk niet degene die beslist. Je bent als advocaat de persoon die met de stukken die jou gebracht worden, dus een zaak gaat bekijken en beoordelen en zeggen, cliënt, zo liggen onze kansen in de zaak. Maar als je een zaak aanneemt en je weet dat je die zaak aanneemt terwijl je buiten een termijn bent en je die zaak nooit en dan ook nooit als advocaat op een rechtvaardige manier zal kunnen verdedigen, dan ben je verkeerd en dan heb je in strijd gehandeld. En dat is dus iets wat ik nooit doe. Ik zal nooit een case aannemen van een persoon die buiten termijn is en zeggen, we gaan het proberen hoor, misschien ziet de rechter dat over het oog, dat de termijn voorbij is. Nee, dan zeg ik, dan moet u naar een andere advocaat. Maar ik ga dat niet doen. Maar ik zal u ook zeggen dat ik voor het beroep van advocaat heb gekozen, ooit, ruim langer dan 20 jaren terug. En toen ik mijn eed heb afgelegd, dat ik toen heb gezegd aan mijzelf, ik ben advocaat. En dat betekent dat ik een zaak aanneem. En als ik een zaak heb aangenomen, dat een juridische overweging hier van belang zal zijn. Daar gaat het om. Ja. Dus om dat te zeggen, ik hoop dat het een beetje duidelijk is, de wijze waarop je als advocaat een zaak aanneemt, althans de wijze waarop ik als advocaat een zaak aanneem. En u bent ook aan de andere kant, meester Lalji, bent u ook een
bekende advocaat. En we zien dat vanaf het bekend is dat u ook advocaat bent in de zaak Hoefdraad, niet alle reacties, vooral op social media, richting u positief zijn. Heeft u hiervan notie genomen en doet dat u wat? Ik heb notie genomen van alle berichten. Er zijn berichten van de mensen die begrijpen waar het allemaal om gaat. En dat geeft een goede indicatie van inzicht bij die personen. Maar je hebt ook een heleboel reacties waarvan ik echt mijn wenkbrauwen optrek. En ik me afvraag van hoe ziet men het onderscheid niet? Nou goed, laat ik dat zo zeggen. Emotie is iets wat een groot onderdeel uitmaakt bij je recht van vrije meningsuiting. Want als advocaat sta je natuurlijk het recht van vrije meningsuiting van ieder voorop. Het is uw grondrecht en ieder mag zijn mening geven. Je hebt het recht van vrije meningsuiting. Het zijn een van jouw burgerrechten die je hebt, dat je mag zeggen en doen wat je wilt. Maar men vergeet dat het recht van vrije meningsuiting geen absoluut recht is. Het wordt begrensd. Het wordt begrensd door het feit dat je in je vrije meningsuiting niet zo ver mag gaan dat je beledigend, lasterlijk en smadelijk naar een persoon gaat. Daar gaat het om. Mensen vergeten het onderscheid te maken tussen mij als persoon en mijn werk als advocaat. Zij gooien dat op één hoop. Ik word op social media, mijn innerlijke waarden worden besproken, alsof de mensen weten wie ik ben en wat mijn innerlijke waarden zijn. Ik heb u gezegd, ik neem zaken aan puur op juridische aannames en puur op een juridische beoordeling. Mijn innerlijke waarden moeten mensen niet interesseren. Hoe ik ben, hoe ik niet ben, dat is niet ter discussie van de gemeenschap. En laat ik dit ook zeggen. Ik hoop dat de gemeenschap mij op dit moment niet kwalijk neemt. Maar ik zeg het u eerlijk. Ik ben de gemeenschap geen rekenschap verschuldigd. Op geen enkele wijze ben ik de gemeenschap rekenschap verschuldigd. Ik hoef er geen uitleg te geven. De tuinman geeft ook nooit rekenschap van zijn werk. De arts moet de gemeenschap ook geen rekenschap van zijn werk geven. Ik ben geen parlementariër dat ik de gemeenschap rekenschap verschuldigd ben. Ik heb een particulier beroep met particulier advocaat, zelfstandig gevestigd. En ik ben de gemeenschap op geen enkele manier rekenschap verschuldigd. Nogmaals, iedereen heeft het recht van vrije meningsuiting. Op social media mogen ze zeggen wat ze willen. Het deert mij niet. Het doet mij niks. Wat ik wel lastig vind, laat me dat woord lastig gebruiken. Mijn zoon is ook op social media. En mijn zoon leest ook de berichten. Er zijn mensen in bepaalde groepen die gemeend hebben mij op zodanige wijze te betitelen als vrouw zijn. En hebben woorden genoemd waarvan ik zeg, hoe komt men nou erbij? Men noemt men, om het duidelijk aan u te zeggen, er worden scheldwoorden naar me toegeslingerd. Ik word voor slet uitgemaakt. Een ander noemt mij een hoer. Het zijn nog geringe woorden. Nogmaals, het doet mij niets, maar ik vind het wel een kwalijke zaak. Mijn zoon leest berichten en dan moet ik u ook wel zeggen, er is maar één persoon aan wie ik verantwoording verschuldigd ben in mijn leven. En dat is mijn zoon, niemand anders. En mijn zoon die zegt ook, ma, je hebt lak aan die mensen wat ze allemaal over je zeggen. En ik zeg, jongen, je hebt gelijk. Ik heb het van me afgezet, kritiek deert me niet. Ik waardeer de power die ik krijg van de meeste mensen. En dan moet ik ook wel zeggen dat de meerderheid van de mensen op social media mij juist positief benaderen. En zeggen, u hebt gelijk, het is uw werk als advocaat. Wij begrijpen dat.
Wat mensen niet weten is dat ik totaal apolitiek gericht ben. Ik behoor tot geen enkele politieke partij. Geen enkele politieke partij. Nogmaals, ik ben advocaat en bij mij is het puur juridische aanname van cases.